Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie zien gaan we verder met Minecraft. Dat wordt de laatste tijd super goed bekeken. Zorgen voor de wat meer afwezigheid. Had niet echt, ja, dat ik iets kon doen eraan. Ik was meer bezig met voorbereidingen treffen voor, ja, dit dan. Want ja, het duurt toch nog best wel lang voordat je zoiets kan maken weer. Dus ja, bij deze, sorry daarvoor. Zo, zijn we dan weer in de game. Ja, ik kijk een beetje die kant op, omdat daar mijn computerscherm staat. Nou, zoals jullie zien heb ik heel wat stenen in mijn inventaris nu op het moment. Dat komt ook omdat we gewoon gaan bouwen met de kasteelmuur. Want ja, ik heb de hele muur weggeslopt gewoon al. Eigenlijk een beetje klaargemaakt dat we hier dan meteen kunnen beginnen. Met bouwen. Dus ik heb ook wel wat extra dirt overal klaargelegd. Zodat we ook iets naar buiten kunnen brengen. Want wat ik eigenlijk wil doen is eigenlijk dus een ster hier zetten. Dan een ster hier. Eentje hier. En dan hier gaan we dan met pilaren dan omhoog werken de hele tijd. En dan laten we hier dan ja, één blokje ertussen. En dan komt hier weer één. Om zo echt een soort van steunpilaar de hele tijd te maken. Dus dan komt hier er weer een. Dan. Nou ja. Daarom heb ik ook super veel pickaxe in de vijne. Gewoon puur vanwege dat feit. Het feit dat het dus gewoon dus de hele tijd fout kan gaan. En dat ik dan dus iedere keer moet slopen. Nou, ik zou zeggen, laten we maar gewoon meteen naar de timelapse gaan dat ik lekker aan het bouwen ben. Muziekje eronder. En dan ja, gaan we verder.
daar zijn we weer. Ja. Ik zal maar even bij hem gaan kijken. Maar zoals jullie sowieso in de speedlabs hebben gezien, ben ik bezig geweest met muren dus. En ja, het is nog veel werk. Je ziet, we zijn nog maar daar. We mogen hier nog helemaal door eigenlijk gaan. Alleen ik heb een beetje verkeerd uitgekozen qua hoe ik alles heb gebouwd. Dus waarschijnlijk zal dat huisje, het vissershuisje, gewoon verplaatst worden. Dan zou ik het dus wat groter waarschijnlijk ook maken en zo. En wat meer erbij bouwen. Een steigertje dat echt het water ingaat. Wereld zonder speedlabs, zonder muziek van mezelf dan of wat dan ook. En zoals jullie kunnen zien, hebben we nu een gedeelte van de muur helemaal afgebouwd. Tot daar in de hoek is het afgebouwd. Ik weet nog niet of ik het langer maak. Wil ik eerst eens nog wat kijken. Gaan we eerst wat dingen aanpassen. Gaan we een farm gedeelte bouwen voor de schapen, voor de koeien, waar de villages dan kunnen werken. Dat gaan we dan eerst nog doen. Het vissershutje zal aangepast worden. Misschien in de speedlabs hebben kunnen zien, is dat er gewoon pilaren van de muur dwars door het hutje heen gaan voortaan. Omdat ik die muur intact wil houden. Dat moet aangepast worden.
daarvoor. En nu is het ook zo dat we hier dan muur 1 gelijke rechte lijn hebben. Eigenlijk moeten die drie keer steeds verder naar beneden. Zodat je op 6 hoog gewoon weer komt. Niet dat die daar in één keer naar beneden. Dat zou ik allemaal achter het scherm nog weer aanpassen waarschijnlijk. Bijvoorbeeld dat die hier. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1 hoger. Ik ben er niet bij. Dus dat de muur eigenlijk daar stopt. Dat daar dan dit blokje weer bovenop komt om het dan weer af te maken qua decoratie. Dat ga ik waarschijnlijk allemaal achter de schermen nog snel even doen. En dan zie ik jullie dan wel weer. Nou, dan zeg ik bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Hopelijk vond je dit een leuke video. Misschien dat ik je tussen nog een stukje erbij zet, maar zoals jullie net zagen, word ik in één keer uit de server gegooid. Dus we stoppen ermee. Ja. Ik was net even bezig met wat meer gedecoreerd alles erop te zetten. Maar dat zien jullie dan wel weer in de volgende video. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is naar de uitro. Maar dan slaat dit maar